500 jaar na zijn dood wordt schilder Hieronymus Bos vereerd met een eigen herdenkingsmunt. Met een historische slingerpers slaan de Bossen burgemeester Tom Rombouts en zanger Boudewijn de Groot vrijdag het eerste Hieronymus Bos vijfje. Herdenkingsmunten worden alleen maar uitgegeven in Nederland als er sprake is van echt belangrijke onderwerpen. En we gedenken dit jaar de 500ste sterfdag van Hieronymus Bos. Daaromheen is heel veel ook hier in de gemeente Den Bosch georganiseerd. Op landelijk niveau, en daar past ook de uitgifte van een herdenkingsmunt bij. En niet meer dan terecht. Het is het groot jaar natuurlijk en er is ontzettend veel aandacht aan besteed. Een heel jaar lang en er zijn ontzettend veel mensen op afgekomen. En ik wil niet zeggen dat het meteen een werelderfgoed is, maar hij behoort toch tot de grote bekende, wereldwijd bekende schilders. De meeste mensen associëren mij met het Land van Maas en Waal lied, waarin dan weer gerefereerd wordt aan wat figuur uit Jeroen Bos. Het circus Jeroen Bos bestaat deels uit figuren die je ook ziet op de schilderijen van Jeroen Bos. Dus wat dat betreft heeft het lied er wel mee te maken. 2016 is uitgeroepen tot het Hieronymus Bosjaar. In heel Nederland wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de middeleeuwse schilder. In het ontwerp van de herdenkingsmunt zijn delen van zijn schilderijen verwerkt. Op de voorzijde van de munt staat, zoals dat gebruikelijk is, een portret van de koning. En de achterzijde, de thematische zijde, is geheel gewijd aan Jeroen Bos. En daarop staan fragmenten van vier van zijn belangrijkste schilderijen, waaronder de Tuin der Lusten waar we hiervoor staan. Het Hieronymus Bos vijfje is te koop op de site van de herdenkingsmunt en in de deelnemende PostNL postkantoren en Primera.